maar zitten, meneer. Derde puntjes. Niks zo saai als zitten bij een kapper. Vooral als je zo'n kapper hebt die niet ophoudt met praten over de vakantie naar Zuid-Frankrijk en over de buurman. Je haren knippen. Kan dat nou niet gewoon in één klap? Dat gaan we checken. Jij bent al lang niet naar de kapper geweest, of wel? Anderhalf jaar. Jij? Ik ga denk ik wel één keer in de maand ongeveer. Eén keer in de maand? Ja, dus dat is normaal of niet? Vind ik best wel vaak. Ja. Ja. Vind je het leuk om naar de kapper te gaan? Nee, dat niet. Maar altijd als ik terugkom van de kapper denk ik, I'm fresh. Ja. Zou het nou niet heel relaxed zijn als we gewoon je haar konden knippen in één klap? Ja, dat zou ideaal zijn. Als we nou, als je haar een beetje nat maakt en je doopt het in de stikstof, dan bevriest het. En dan kan je het als het goed is gelijk afbreken. Ben je een paar seconden bezig. Oké. Okay. Maar jij wil je haar er niet af, neem ik aan. Nee, jij? Nee. Jij? Ik heb te kort haar, denk ik. Oké, okay, we halen een ander meisje erbij. Oké. Okay. Alles goed. Mieke! Mieke heeft bij ons een speciale kappersafspraak. Er is alleen één klein dingetje. Ze weet niet hoe haar haren geknipt gaan worden. Hoeveel mag er ongeveer vanaf? Nou, de puntjes. Zo'n stukje? De kleiner. Kleiner, 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 kleiner. Zo. Ja, zoiets. Zoiets, oké. Okay. Jongens, zouden jullie voor mij even dat pannetje met water kunnen pakken? Oh, dat is Wat gaan jullie doen? Zo. Oké, okay, weg. Wat? Beetje naar achter, spriep het je hoofd. Oh, het zit er veel te diep, het water. De rand van de pan is zo hoog dat Lieke's haar de stikstof niet raakt. Maar dat is gelukkig zo opgelost. De boel in een kleine pannetje en verder met de knipbeurt. Oké, je mag weer naar achter. Ja, ga maar zitten, naar achter alsjeblieft met je hoofd. Ja, dat doe ik. Ja, oké. Okay. 3, 2, 1. En stop maar. 1, 2, 3. Oh, nee. Wat nee? Nee, niks. Nee. We zijn even bezig. Gaat allemaal goed. Wat is dit, jongens? Waarom werkt dit niet, jongens? Ja, het is allemaal... Het is een soort ijsklont. Wat is een ijsklont? Mijn ijslolly. Jij kan zo door naar een gala of naar een... Op de cover van een... Ik vertrouw jullie echt niet. Sportbad. Het voelt ook niet lekker. Nee, je hoeft niet te betalen. Nou, je krijgt wat korting. Ja. 10%. Waarom? Dus het antwoord op de vraag, kan je haar in één klap afbreken? Afbreken? Nee, dat lukt niet. Nee,